Kijk, Typhlosion, jongen. Kijk hem hoe vet hij is. Wat? Kijk die vlammen, jongen. Oh. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Legend Arceus video. In deze video ga ik jullie laten zien waarom ik dus niet voor Rowlet heb gekozen, maar voor Cyndaquil. Laat ik dat gelijk doen. We gaan namelijk Quilava evalueren. En terwijl ik dat doe, mag jij eventjes je duimpje omhoog doen. Niet vergeten om te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat zou ik super vet vinden. En knal dat belletje aan. Dan krijg je iedere dag meldingen als ik een nieuwe video upload. Maar kijk, Quilava evolueert in deze Hisuian. Wat is het ook alweer? Typhlosion. Ik was even de naam kwijt. En dit is zo'n laid back dude. Hij is gewoon super chill. En hij is een fire en een ghost type Pokémon. Dat vind ik super sick. En de Hisuian eindevolutie van Rowlet, die vind ik toch net even iets minder. Normaal gesproken had ik natuurlijk voor Rowlet gekozen. Maar ja, toch op het einde niet. Toen dacht ik, laat me voor Cyndaquil kiezen. En die wil nu Hex leren. Dat is op zich wel chill. Ember kan dan eindelijk weg, want Ember is toch niet zo heel sterk. Nice. In de vorige video hebben we Basculegion gekregen. En hebben we Arcanine bevrijd van de bliksem. En daarvoor mogen we nu weer terug naar de Commander om te kijken wat we nu mogen gaan doen. Even deze 24 Pokémon laten inleveren en laten checken. Daar krijg ik weer monies voor. 13.000 monies. Altijd lekker. En laten we even kijken of we dan ook een leveltje omhoog gaan hier. We hebben best wel wat dingen gevuld voor de Pokédex ook. Oh, we hebben 2390 punten nodig om omhoog te gaan. Dus dat gaan we nog niet redden. We moeten nog 1430 puntjes. Kamado! Hij is echt goed gedaan op de Cobalt Coastlands. Lekker bezig, Rick. Hopelijk raken we dat Rift in de Lucht eindelijk een keertje kwijt. Maar ja, geen idee hoe dat moet. En we gaan weer even happy eten. Lekker slapen. En de volgende dag gebeurt er dit. Daar is een Piet Piraat. Zijn kleren zijn helemaal gescheurd, jongen. We moeten samen met hem naar de Kamado. We hebben nieuwe orders. We moeten naar de Coronet Highlands. En daar moeten we Electrode even weer rustig maken. Er werd gezegd dat we daar naartoe mochten. Maar opeens komt er een stem en die zegt... Nee. Daar heb jij helemaal geen toestemming voor om naar Electrode te gaan. Hallo? Heb ik van jou geen toestemming? Hij of zij zegt, hey, baasman Kamado, heb je mij toevallig niet uitgenodigd? Nou, dan ben ik zelf maar gewoon even lekker hier naartoe gekomen. Dit is Melly. En die zegt, waarom heb je het over Electrode zonder mij? Ik ben de warden van Electrode. En Ademan zegt, ja, er is niks meer om te discussiëren. Rikachu moet hem gewoon rustig maken. Melly zegt, denk je nou echt dat jij dat kan? Kijk hoe die kijkt ook, joh. Kijk hem zo. Ja, ik denk dat ik dat kan, ja. Kamado zegt, gewoon gaan, Rikachu. Je hebt je orders, doe het. En Melly, jij gaat hem helpen. Lekker bezig. Kijk, dan zien we maar weer wie de eindbaas is, hè. Dat is toch Kamado. Ademan zegt ook, ja, Rick, die is geweldig en hij zal het bewijzen ook. Laten we naar buiten gaan. Oh, gaan we battelen? Oké, tegen jou, Leafeon? Oké, let's go. De battle tegen Ademan. En die zegt, Melly, kijk maar eens even goed. Oh, en hij draait zijn hoofd weer weg. Of zij. Of they. I don't know. Kan ook nog. Kijk, Typhlosion, jongen. Kijk hem hoe vet hij is. Wat? Wacht, ik ga je eerst even van dichtbij bekijken, jongen. Hoe cool. Kijk, die vlammen, jongen. Oh, wel jammer dat hij niet altijd gewoon die vlammen om hem heen heeft. Want dat maakt het wel echt heel nice. Oké, ik heb dus geleerd dat je met ZL van target kan wisselen. Ah, ik denk dat ik toch voor een Flame Wheel op Leafeon ga. Eens even kijken of dat gelijk genoeg is. Ah, no. Leafeon gaat voor Agile Style. Oh ja, ze willen samen mijn Typhlosion kapot maken. Ik zie het alweer, joh. Kijk, die Eevee ook. Dit is wel een leuke battle, man. Vette Pokémon hier zo. Oké, mijn offensive stats zijn helemaal naar beneden. Omdat Eevee twee keer Baby Doll Eyes deed. Ja, ik ga toch gewoon Flame Wheel doen op Leafeon. Dat moet gewoon genoeg zijn. Ja hoor, lekker. Jeetje, die Eevee zit me echt alleen maar te verzwakken. Nou, in dat geval, dan doe ik nu voor het eerst mijn Ghost type move, wat natuurlijk totaal geen nut heeft. Ik zat echt gewoon niet na te denken. Nou, dan gaan we weer terug naar Flame Wheel. Ook goed. Piem! Eevee die overleeft het ook gewoon, joh. Al die baby doll eyes. Maar nu is het klaar, jongen. En ze kwamen gewoon weer 2-1, hè? Het is... Zij snappen echt niet hoe Pokémon battles werken. Dat je niet gewoon 2 Pokémon tegen eentje in mag zetten. Dat is vet gemeen. We hebben Ademan verslagen en die zegt tegen Melly... Zie je wel hoe goed Rikachu is? En Melly wilde er nog steeds niet van geloven. Die wilde er niks van weten. Kijk hoe boos Melly kijkt, jongen. Doe eens normaal, joh. Waarom haat je mij zo? Hey, Celine is er ook weer. Oh, we moeten zeker weer een level hoger worden. We moeten 4 sterren worden. We zijn 3 sterren. No! We moeten nog 1430 punten. Oké, komt goed. Dat ga ik even gewoon off-camera.
scam doen. Dan ben ik zo bij jullie terug. Oh, en terwijl ik bezig ben om dus die 4 sterren te halen, zie ik daar in de verte opeens een soort van regenboogachtige koepel. En dat is echt een hele vette plek. Daar gaan we even snel naartoe. Op deze plek verschijnen namelijk echt knijter zeldzame en sterke Pokémon. Even kijken of we ongezien binnen kunnen komen. Kijk, is hier ergens gras? Je wil namelijk eigenlijk gewoon ergens in het gras kunnen schuilen. Ja, hier in het midden is wel een stukje gras. Kijk of we hierin kunnen schuilen. Kijk, op dit moment zien we gewoon nog een Dustox. Dat is niet zo bijzonder. Daar nog een Dustox. En eigenlijk wil je gewoon even een tijdje wachten in het gras. En op een gegeven moment gaat het keihard omweren. Dit is namelijk een Spacetime Rift volgens mij. Oké, laat maar komen. Kom maar op met dat onweer. Ja, kijk, volgens mij hoor ik nu donker onweer. Heel ver weg. Kijk wat er gebeurt. Kijk. Hoppakee. Spacetime distortion appeared. Nu komen er eerst allemaal van die plates overal. Nou, en firestones en stardust en dingen. Die kunnen we nog even proberen te pakken. Dat vind ik eigenlijk niet zo heel belangrijk. Ik wil gewoon zeldzame Pokémon zien te vinden. Ah, ik was volgens mij net te laat hierdoor. Ja, kijk, nu zien ze mij. Maar Mr. Mime en Rhydon bijvoorbeeld. Nou, als ze je zien, dan kan je gaan battelen. Je kan ook gewoon keihard wegrennen. En dan rennen we even hier naartoe. Hopelijk zien ze mij niet hier zitten. Nee, ze blijven daar staan. En strakjes die spawnen die Rhydons en Mr. Mime. En dan spawnen er hier gewoon gloednieuwe Pokémon. Let maar op. Kijk, hoppakee. Oeh, een Alakazam. Die kan ik helaas niet vangen, omdat het een Alpha Alakazam is. Ja, dat gaat me nog niet lukken. Ik kan wel proberen om deze Rhydon te vangen. Die hebben we volgens mij ook nog niet, dus dat zou lekker zijn. Kijk, Rhydon, level 55! Oh, dat is zo lekker. En die kan je dus gewoon gelijk gaan gebruiken. Ik zie daar een Mr. Mime en een Skuntank. Ik besluit om nu even niks te vangen en gewoon hier te blijven zitten. Zodat mijn cover een beetje geheim blijft. Skuntank, die heb ik natuurlijk al. Mr. Mime ben ik niet super hyped voor. Ik ben benieuwd wat er nog gaat komen. In het laatste rondje komen altijd de meest zeldzame Pokémon. Maar dan moet je altijd super snel zijn. Ik zie hier weer Skuntank en weer een Rhydon. Dat is jammer. Het hangt ook een beetje af van de omgeving waar je zit. Oh, ik probeerde die Skuntank te pakken. Is niet gelukt. Komt straks weer onweer en dan komen er weer andere Pokémon. Oké, Skuntank, Rhydon zijn weg. Oh, weer een nieuwe Skuntank en Rhydon. Oh, dat is wel jammer. Er zit niet zo heel veel variatie hier in dit gebied. Nou, dan proberen we ook die Skuntank dan maar even te pakken, denk ik. Ja, die hebben we ook te pakken. Die is level 45. Oké, wat komt er nog meer? Oeh, ik zie een Kadabra. Of is het een Alakazam? I don't know. Het is een Kadabra volgens mij. Ik ga die Kadabra proberen te pakken. Dat zou lekker zijn. Dus even kijken, hebben we hem? Oh, dat is jammer. Die hebben we niet. Ik zie een Carnivine level 42. Ja, die ga ik ook niet pakken. Oké, kom maar. Kom maar even nieuwe Pokémon. Nieuwe Pokémon. Let's go. Oh, hier naast me. Oh, Eevee. Ik weet niet of ik al een Eevee heb eigenlijk. Mr. Mime en Eevee. Zou lekker zijn als we die allebei kunnen pakken. Oeh, Eevee niet. Kom maar, Eevee. Nee, Eevee die wil niet. Oh, dat is jammer. Ik had heel graag een Eevee gewild. Ik zou hem kunnen battelen. Ga ik niet doen. Want dan komen er alleen maar problemen. Dit is de laatste volgens mij. Ik probeer hier nog even een Rhydon mee te pakken. Nog een Rhydon mee te pakken. En een Kadabra mee te pakken. Dat lukt allemaal niet. Nee, het lukt allemaal niet. Het is trouwens nog niet de laatste. Want de laatste spawn gaat heel snel weg. Zou dat deze kunnen zijn? Nou ja, denk het ook niet. Skuntanks en Rhydons. Die laat ik maar even gaan, denk ik. Of zal ik één Skuntankie proberen te pakken voor de XP? Laat ik gewoon één Skuntankie proberen te pakken. Lukt ook niet. Oké, die spawn maar. Kom maar, volgende Pokémon. En het is weer een Kadabra en een grote Kadabra. Oeh, is dat gewoon een grote? Ik kon hem vangen, zo te zien. Ja, deze Kadabra die heb ik wel. Er komt hierna nog een spawn, jongens. Er komt nog één. Oh, wat krijgen we? Het is spannend. Nee, het is toch een Alpha Kadabra, zo te zien. Carnivine. Rhydon. Ik had een beetje gehoopt op misschien Umbreon of Sylveon of zo. Dat zou ik heel cool vinden om die nu te vangen. Maar dat is hem helaas niet geworden, denk ik. En dan is het nu klaar. Als je dus geluk hebt, dan kan je hier inderdaad Umbreon, Sylveon, dat soort Pokémon allemaal vinden. Het is heel cool om daar gewoon elke keer naartoe te gaan. Naar die Space Rift Time Events, of hoe dat dan ook mag heten. Jeetje, laat mij eens even met rust, joh. Dat heb ik jou misdaan. Ja, het is gewoon super spannend om in zo'n Rift te gaan zitten en te hopen dat je echt de aller vetste Pokémon krijgt. En soms gebeurt dat serieus. Dan ben je net lekker op het derde eilandje of zo. En dan krijg je gewoon een level 50 Umbreon die je gewoon gelijk kan gebruiken. Ja, dat is amazing. Dat is super cool. Nou, ik ga nog even door met het jagen op Pokémon, zodat ik 4 sterren krijg. En dan zorg ik dat ik die 4 sterren heb in de volgende video. Zorg dat je erbij bent. Doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die video. Mazzel!